Cambuur TV wordt mede mogelijk gemaakt door De Haan Westerhof, uw partner in zonwering. Trainer Henk de Jong, na een lange ongeslagen reeks verlies je vandaag eens van Jong Ajax. Geen schande, denk ik, hè? Nee, geen schande, maar het was ook niet echt nodig geweest. Maar ik vond wel een topwedstrijd van beide kanten. Hè. We zetten beide hoog druk, voetbalden beide wel goed onderuit. Hè. Dat hadden we zeker het eerste gedeelte ook heel goed voor elkaar. Ja, en dan komen ze eigenlijk uit het niets op die 1-0. Hè. Dan ben je even wat onrustiger. Ja, dan komt het moment van de panel. Hè. Dat is 100% de panel. De scheids kon het alleen niet zien. Dat heeft hij mij verteld, dus daar ga ik vanuit. Maar dat is een panel. En dan kan je terugkomen in een wedstrijd. Hè. Zeker als je tegen zo'n makkelijk spelend team komt, is dat net een moment dat je er weer overheen komt. Hè? Dat je echt in die wedstrijd knokt en dat je die wedstrijd kan winnen. Nou, tweede helft, de eerste half uur weinig aan de hand. De eerste minuten hadden zijn kans, daarna weinig aan de hand. Ja, dan gooien we het open en dat doen we ook omdat we wat willen forceren. En dan zie je eigenlijk dat het dan daarna minder wordt. Hè? Dan gooi je het open en dat zie je heel vaak hoor. En dat lijkt dan wel mooi plan A, plan B, plan C en alles wat er maar mooi bij hoort. Dat zijn mooie termen van mensen. Maar als je dat dan doet, dan is eigenlijk het voetbal weg. Hè? Dan kan je eigenlijk alleen naar pompen. Ja, en dan staat een keeper van 2 meter en het schiet niet op. Dus eigenlijk hadden we achteraf beter door kunnen voetballen. En dan hadden we meer kans gehad om een goal te maken dan dit. Maar ja, achteraf is het makkelijk praten. En volgende keer zullen we het weer doen, ga je forceren. Maar daar denk ik wel als trainer over na, zulke dingen. Ja. Dan hoorde ik je tijdens het persmoment al zeggen van niet te lang balen. We moeten dit echt zien als een leermoment. Deed het je wel deugd om ook te zien van hoe goed we eigenlijk mee konden komen, voetballend ook? Ja, nee, we waren echt. Ik heb net die spelers kwamen bij me van Ajax, Eiting. Ja, geweldig gesprek over voetbal gehad. Hè, en hoe wij dingen doen. En dat ze, als verdikken, hadden ze niet verwacht. En hoe zij het dan weer doen tegen ons. En dan komt de trainer bij me. En, ja, dan zijn we echt, echt goed bezig met z'n allen. En dat vond ik ook mooi van het publiek. Hè. Het publiek bleef allemaal staan na de tijd. Hè. Tuurlijk gaat er wel eens iemand uit. Maar gewoon applaus voor de jongens. En dat vind ik echt mooi bij Cambuur. Dat de mensen dat ook herkennen. Dat we echt wel goed gedaan hebben. Alleen het was vanavond net niet goed genoeg. Nee, het was wat dat betreft misschien ook wel ontbeerde een beetje net aan het geluk bij die laatste eindpaas, hè? Ja, het laatste was niet. We waren niet echt. Wat zij dan voor hebben met het spritsje en dat snelle, dat hadden wij vanavond net niet. Hè. Maar het is geen schande om van deze ploeg te verliezen. En dan kan je, wat jij bedoelt, dat vind ik mooi, want dan kan je zelf in de put lullen om dan een keer een wedstrijd te verliezen. Maar dit is wel sport, hè? En je speelt tegen een goede ploeg. Ja, sport hoort ook verliezen bij. En als je dat goed oppakt, dat verliezen, dan win je ook weer. Dus daar mogen we snel ook weer naartoe. Ja. Want we waren gewoon goed. Ja. En dan kijk je alweer naar de eerstvolgende wedstrijd. En dat is Feyenoord, hè? Niet zomaar één. Krakertje. Ja, is kraker. Maar ik kijk ook alweer verder. Maar ik vind Feyenoord leuk. En daar gaan we echt een mooie pot van maken. En dan gaan we proberen ronde verder te komen. En dan moeten we snel mogelijk herstellen. Want dan moeten we naar Excelsior. En dat is ook heel belangrijk. Want ik wil volgend jaar liever iedere 2 weken hier zo'n mooie wedstrijd hebben.